Oké. Nog 10 minuten voordat het begint. We zijn hier vanavond bij het Burgerweeshuis met Do It Fashion. Waarin ondernemers die alles weten van mode aanwezig zijn. Ontwerpers, maar ook scholieren in Deventer. En hier is een meisje die een heel mooi jurkje draagt. Wie ben je en wat heb je aan? Ik ben Cheyenne en ik heb een jurkje aan van Hemelse Hebberdingen. Wil je even gaan staan, want je ziet er prachtig uit. Kijk even naar die benen. En hier zie ik een trotse moeder volgens mij. Ja, die benen heeft ze van mij, hè? Dat snap je wel, hè? Wie weet er iets van Hemelse Hebberdingen? Jij, want ik zie je vaak bij Hemelse Hebberdingen. Vertel er iets op. Nou, ik doe Hemelse Hebberdingen samen met Bianca Nolle. Ik ben Julia Maceda. We zijn nu ruim 4 jaar bezig. En met heel veel plezier, mag ik wel zeggen. En wat is jullie betrokkenheid bij vanavond? Waarom staan jullie hier met jullie prachtige kleding bij het Burgerweeshuis? Nou, ik vind het Burgerweeshuis gewoon een leuke tent. Net anders. Kijken wat nog meer. Ja, het is toch een stukje gratis publiciteit, niet? We nemen het ervan. Ik vind het hartstikke leuk ook om te doen. Ja. En zijn jullie gevraagd of hoe ging het precies? Ja, er kwam iemand binnen in de winkel en we hadden gelijk zoiets van yes, doen we. Wat heb je aan? Ik heb een shirtje van Skunk Funk aan, een t-shirt van Fish Named Fred en een broek van The Serious en schoenen van Fly London. Wat hier allemaal te doen is. Ik zie je t-shirts en oorbellen. Wat kunnen we allemaal vinden? Je kunt aan onze tafel de klaprozen tassen vinden van Marjolein Kroon. Dat ze speciaal voor maakbureau voor hergebruik heeft gemaakt. En kunnen misschien de klaprozen doeken herkennen uit de Rivierenwijk. Dat een symbool voor de stad waren voor ongeveer 4 à 5 jaar. En wij werden gevraagd om ze een nieuwe leven te geven. Geweldige avond gehad met Do It Fashion. Dat kan je hier achter me zien. Met alle ondernemend mode in Deventer. En daarbij alle scholieren die betrokken zijn bij dit modeproject. En natuurlijk het Burgerweeshuis. Dank. En het was een super avond. Dank.